Yo, VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer GTA 5 hier op VacoGames. Wat moeten we doen? Geen flauw idee. Er staat een thee in de overkant, dat is cool. Maar volgens mij verkopen ze daar alleen maar bier en wijn. Dus wat die thee daar doet, geen idee. Misschien hebben ze wel koffie, dat is lekker. Daar heb ik zin in. Koffie! Geef mij koffie. Of hoer, dat is ook goed. Geef mij maar hoer. Hallo. Oh, Tonya woont daar. Oh, wat een leuk huis, Tonya. Ziet er echt hartstikke gezellig uit hier. Echt super gezellig. Wat? Wat was er gebeurd in Vinewood in 1992 dan? Was dat CJ die daar helemaal losging? In dat geval laten we naar Vinewood gaan. Daar is het chill. Daar is CJ. CJ wil ik zien. Wat doe ik moeten doen? Same as before, boo. Een beetje help met de tow truck. Oh, gaan we weer met die kraanwagen aan de slag? Voel me ondertussen wel pluk van de pettenflat, man. Die had ook zo'n kraanwagen. Nou, vooruit, Franklin. Waar gaan we naartoe, jongen? Go to the tow truck. Is dat ver? Ja, dat is behoorlijk ver. Nou, dan gaan we weer. Auto! Tutut! Ja, een stukje verderop. Oh, daar staat een auto. Geef maar hier. We gaan dus echt even niet lopen, hè. Ik ben lui. Me is a lazy nigga. Kom hier. Stap in. Ja, even uitstappen, jongens. Lopen is heel gezond voor je. Zo, naar die trouwtruck toe. Waarom kon ze dat ding niet gewoon hier om de hoek parkeren? Oh, come on. Ik heb niks gedaan. Ik heb alleen maar een bord omgereden. Dat gebeurt wel vaker, hoor, hier in GTA. En dat gaat echt nog wel vaker gebeuren, meneer de politieagent. Dus wen er maar van staan. Hier, kijk, ik zal het nog een keer doen. 1, 2, dunk. Nou, meneer de politieagent, reek weer hem. Oh, wacht, nou komen ze met z'n allen achter me aan. Great, terwijl we hier moeten zijn. Derde bord, woe! Ah, bijna. Bijna derde bord eraan. Nou, dan wachten we hier eventjes. 1, 2. Nee! Franklin! Kap nou eens met uit de auto springen op momenten dat je het niet moet doen. Knij het dat je bent. Oeh. Nee, ook niet slaan. Come on, weg met dat ding. Hup. Even normaal blijven doen, Mr. Franklin. Jongen, die gozer zeg. Nou, stap in. Stap in, hoer. Kom op. Ga vooral voor motor zitten. Zo, dan rij ik hem een stukje naar voren en dan stap jij in. Kom. Stap in, kreng. Goed zo. Nou, even kijken. Gaan we gewoon een stukje terug, hè. Sorry, meneer de politieagent. Sorry dat ik u boos maakte. Was niet de bedoeling. Ik zal niet meer op het verkeerde knopje drukken. Echt niet. Zal er wel 100.000 miljard keer gebeuren. Waarom stoppen ze het knopje om uit de auto te springen recht naast het knopje om de handrem te gebruiken? Ik gebruik nogal vaak mijn handrem en ik spring er dus ook blijkbaar nogal vaak uit mijn auto. Wauw, coole vrachtwagen, jongen. Ja, dat weet ik. Klopt, parkeren. Zo. Prachtig geparkeerd. Klopt dan, ja? Gaan we een stukje rijden. Nee, niet slaan. Lopen, kreng, kom op. Even luisteren, Franklin. Ik weet dat je dat op school ook al niet deed, maar gewoon even doen. Wait for Tonya, kom op, hoer! Loop door. Schiet op. Duurt lang, kan je meten doen vandaag. Zo. Nou, waar gaan we naartoe, Tonya? Zeg het maar, babe. Dan kan die deur niet verder open. Wat een armoei. Oh, die auto zat ervoor natuurlijk. Ik dacht dat ding staat op de spaarstand. Nee, ik kopieer niet. Ik ben geen kopieerbedrijf. Echt, ze hebben het over JB. Dat is echt Justin Bieber. Ik hoop dat hij ziek is. Zou echt fijn zijn. Echt fijn zijn. Hoppakee. Sorry. Waarom altijd zo ver? Doe het gewoon eens een keertje om de hoek, dan ben ik ook blij. Kunnen we hier een snel bochtje maken? Dat zou wel lekker zijn. Oh nee, je bent geen trein, Franklin. Franklin, ga van de treinrails af. Levensgevaarlijk daar. Sorry. Ik heb nog geen trein gezien. Zullen er toch wel zijn, treinen? Ik heb ze nog niet gezien. Zo, dan gaan we eens even een mooi bochtje maken. Let op, hè. Heb ik... Nee, niet tegen de... Franklin! Ik drukte niet op het uit de ding stapknopje. Echt niet. Ik drukte ook niet op het radioknopje. Ik word een beetje depressief van die Franklin.
Ik word er erg depressief van. Is er een manier om dat radioknopding uit te zetten? Elke keer als ik een beetje scherpe bocht maak, dan druk ik per ongeluk ook dat knopje in. Dat is niet handig, want elke keer wil hij de radio aanzetten en hij mag de radio voor mij niet aanzetten. Gewoon voor het geval dat ze Justin Bieber draaien en dat wil ik niet. Heel voorzichtig zo, Bochjam. Nou, zijn we er al, Franklin? Zijn we er al? Ja, we zijn er. Mooi. Waar staat dat ding geparkeerd, vriend? Kom ik eens eventjes jouw auto meenemen. Want jij hebt je auto verkeerd neergezet. En dat mag niet. De target vehicle. Wat is de target vehicle? Deze, denk ik. Deze staat op een gehandicapte plek. Dat mag niet. Sorry, kijk uit. Grote vrachtwagen, daar win jij het niet van. Use L to lower and raise the crane. Waarom ga jij nou... Wat loop jij nou random rond, hé, vriend? Ga eens even weg anders. Ga weg. Gekst. Doe dood. Zo. Achteruit nog een stukje. Zo. Hoppakee. Let's move it out, bitch. Take the car to the impound. Tutut, allemaal aan de kant. Wel aan de rechterkant van de weg, dat is netjes. Kom, vriend. Rijd door. Dan gaan we wel over de stoep, hoor. Zo, sorry meneer de politieagent, weer een bord minder. Zou er geen bord meer over in deze stad, joh. Alle borden zijn op. Moeten ze naar de IKEA een nieuwe borden kopen. Scherp bochie. Nou, die auto moet ik zeggen, hij blijft er lekker achter hangen. Ik heb een mooie auto aan mijn kraan. Dat vind ik super cool. En die auto gaat eraan. Hij rijdt niet echt door, hè, deze vrachtwagen. Kunnen ze niet eens een keer een vrachtwagen bouwen met een Ferrari motor erin? Dat zou cool zijn. Gewoon... Of zo'n tractorpooling vrachtwagen, die wil ik hebben. Dan kunnen we tenminste een beetje tempo maken. Sorry, kijk uit. Deze meneer heeft zijn auto niet echt netjes geparkeerd. Dus die raakt zijn auto kwijt. Aan de kant. Mag je hem? Wat zitten ze nou te lullen, joh, met z'n tweeën? Ik kan niet opletten en tegelijkertijd kletsen en tegelijkertijd naar die gasten luisteren. Dat is niet mogelijk. Dus ik heb geen idee waar ze het over hebben. Straks maar even mijn aflevering terugkijken. Oh, donut. Wil donut hebben? Kom hier, donut. Lekker eentje. Zo eentje met glazuur. Zo'n roze glazuur erover. Oh. Is lekker. Is heel lekker, vriend. Is echt smakelijk. Nou, daar zijn we dan, hè. Tutut. Daar zijn we weer. Lekker thuis. En deze keer ga ik hem er in één keer goed op parkeren. Ja, dat heb ik je vorige keer nog onthouden. Moest ik een heel rondje rijden. Daar heb ik geen zin in. Zo, hier. Hoppakee. Drop the vehicle. Dag. Zit hij nou los? Ja. Nee, dat los. Wat zijn? Natuurlijk, I've never been smoking. You know I will. See you around. See you around, bitch. Oh, daar gaat een trein. Chukke, chukke, chuk. Ik wil ook met de trein. Dat is cool. Autosave slot. Want de override, natuurlijk. Mission paused. Pulling another favor. Ah, niet in de mission tijd. Wel de unhook-bonus. Wauw. Krijg je tegenwoordig al een bonus als je dat ding loslaat? Niet dat je zegt van... Nee, ik heb deze auto gepakt. Ik mag hem houden. Maar nee, je hebt hem eerlijk teruggegeven. Aan de kant, move. Dat is eerlijk, hè? Dat is eerlijke shit. Wat gaan we doen? We hebben een vraagteken. En we kunnen ook naar de M. Dus ik denk dat we de volgende keer lekker naar de M gaan. Dan kunnen we switchen naar Michael, denk ik. Of niet? Michael, wat ben je aan het doen, vriend? Michael, Matty, ik hoop dat je niet aan het fappen bent als ik je betrap. Maar dat zou best wel heel erg gênant zijn. Michael? Oh ja. Oeh, hij zit op een driehoek. Wauw. What the fuck is die gozer aan het doen? Dumbass fucking kid. Wat? Wat heeft hij... Dumbass fucking kid. Je hebt er niet je kind overboord gegooid, hè? Niet je kind hier in het water gooien, Michael. Dat mag niet. Ik hoop dat hij zwemles heeft. Martin, Michael, my money, where is it? You do not want me to visit you again. Next time will be so. Oké. Okay. Hey, Martin, je moet nog even wachten op je geld. Want ik heb niet zomaar 2,5 miljoen in mijn broekzak zitten. Ik mag er wel Michael zijn, maar zo rijk ben ik nou ook weer niet, hè? Waar gaan we naartoe de volgende keer? Even kijken, hoor. Ik denk naar M. Even kijken. Start. Map. Ja, oké. Waar zit hij?
Kan ik niet scrollen met dit ding? Wat is dat nou? Nou ja, dat maar niet. Ik weet niet waar de M is. Dus die gaan we de volgende keer maar zoeken dan, denk ik, hè? Volgende keer de M zoeken. Vaco Gamers, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Vergeet jullie in de tussentijd niet om een groen duimpje te doen. Dat doen jullie supergoed. Hartstikke bedankt. Super top. Ik zie jullie morgen weer terug. Hier bij meer GTA 5. Hier op Vaco Games. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Mazzel!